De Nigeriaanse rijstboeren moeten wat geduld betrachten bij het verkrijgen van een tegemoetkoming van de staat. Dit stelde vicepresident Ronnie Brunswijk gisteren tegenover journalisten voor aanvang van de Raad van Ministers. De functionaris wil zich niet persoonlijk met de kwestie bemoeien, omdat de president al bezig is met het proces. Die mensen waren toch naar de stad gekomen, ze waren met de president gesproken. Maar wat is, kijk, op welk niveau is het? Als het op het niveau van de president, dan wil ik me niet zomaar gaan inmengen in een geschil. Natuurlijk begrijp ik het. En ook, je vier gieden mantakieren, ze komen op voor hun rechten. Maar uiteindelijk, deze regering, wanneer het gaat over om helpende hand bieden aan mensen in nood, dan doen we dat. De president heeft geprobeerd om de boeren tegemoet te komen. En als het niet toereikend is, dan moeten we weer aan tafel gaan, dan gaan we praten. Ja? Maar if je staak en zo, maar het is beter dat we aan tafel gaan zitten en dat we tageren aan Moïno Sari, Uwan Moro. Dan gaat de regering kijken of er meer geld gegeven kan worden. De vicepresident wist verder ook niet wat de uitkomst van de besprekingen tussen het staatshoofd en de boeren precies was geworden. De boeren zijn maandag naar het kabinet van de president getogen voor een gesprek, waarbij de eerste burger afspraken met de groep maakte. Brunswijk zegt dat hij nog niet formeel geïnformeerd zal worden door de president over concrete zaken die met de boeren zijn besproken.